We zijn hier op de Rimburger Hoeve en wij hebben te gast de Stichting Bruggen van Vriendschap en een heleboel Poolse kinderen. De Stichting Bruggen van Vriendschap bestaat 10 jaar en al 10 jaar lang hebben zij vanuit Polen groepen naar Nederland gehaald om hier een lekker ontspannen week te krijgen. Ik ga even met een aantal mensen van de stichting spreken. Tegenover mij zit onder andere de oprichter en huidige voorzitter van de stichting. Dat is? Rob Zilverstand. En ik ben dus de voorzitter van de Stichting Bruggen van Vriendschap. Wat is een Stichting Bruggen van Vriendschap? Een Stichting Bruggen van Vriendschap, dat is een stichting die eigenlijk is van origine is opgericht om Poolse kinderen hier in Landgraaf vakantie te bieden. Inmiddels hebben we de activiteiten uitgebreid in die zin dat we behalve die kinderen die op vakantie komen ook hulpgoederen naar arme Poolse gezinnen sturen. En naast je zit Bert Salata, secretaris van deze stichting. Hoe is het allemaal zo begonnen, Bert? Ik ben er in 2009 bijgekomen omdat ik van Rob hoorde wat ze allemaal deden. En ik vond het leuk om mee te doen. En inmiddels ben ik dan secretaris en hou de hele administratie bij. Er ontkomt mij geen kledingstuk. Ik doe de brieven vertalen. Want in de pakketten die wij sturen zit een brief. En daarin staat dat ze moeten doorgeven wat ze hebben gekregen en wat ze nog nodig hebben. En aan de hand daarvan maak ik de hele administratie. Dus ik weet precies wie wat heeft gehad en wie wat vraagt. En daar hou ik mij dan mee bezig. En Rob, dat is ooit een keer als gemeentelijk initiatief begonnen? Jij hebt dat opgepakt? Nee, dat is niet als gemeentelijk initiatief. Het initiatief is eigenlijk geboren in de café van Mai Evers toen. Dat we ook Mai Evers, die had contacten in Polen. En toen hebben we eigenlijk een groep Poolse kinderen uit Andrichów laten deelnemen aan het Pinkstertoernooi van wat toen nog Colonia was. Die zijn toen gekomen en daarna heeft zich die zaken ontwikkeld en zijn we als stichting verder gegaan op de manier zoals het nou is. En Bert, jij bent wel alles in het gebied geweest waar deze kinderen vandaan komen? Daar gaan we elk jaar naartoe. We bezoeken ook de gemeentes. En we hebben ook veelvuldig contact met die sociale diensten van die betreffende gemeentes. En hebben daar ook onderlinge contacten mee. Dus ik moet zeggen, ik was verbijsterd in het begin toen we in dat gebied kwamen. Hoe arm die mensen er zijn. Dat kun je je niet voorstellen. Ik bedoel, je hoort veel, je ziet veel op televisie. Het wordt steeds beter in Polen. Maar daar in het noordoosten, in de buurt van Suwałki, dat is bittere armoede. En dan ben ik toch blij dat we iets kunnen betekenen voor die mensen. En we gaan er elk jaar naartoe en, om dat contact te onderhouden. En zijn er nog wel eens kinderen die na zoveel jaren reageren? Ja, en dat doet je dan goed. Dit is nou de 4e keer dat die kinderen uit Suwałki komen. En ook als we in Suwałki komen, of aan de hand van brieven, dan schrijven die kinderen of zeggen die kinderen nog steeds, die week die ik in Landgraaf was, dat was de mooiste week van mijn leven. Want je moet je realiseren, deze kinderen, allemaal uit straatarme gezinnen, is het de eerste keer in hun leven überhaupt dat ze op vakantie gaan. Wil zwijgen naar het buitenland. En dan komen ze hier, wat gaan ze dan doen van de week? Ja, we hebben een heel leuk programma voor ze. We zitten hier op de Rimburger Hoeve. Morgen gaan ze naar Fantasieland, we gaan naar Mondo Verde, Gaia Zoo. We hebben een hele prachtige week ingevuld, maar heel verfant en leuk is om te horen wat één kind hiervan vindt. Die zegt van, jammer toch dat we de hele week dat hebben gehad. We kunnen niet één ding per keer krijgen en elk jaar één keer dit gebeuren meemaken. Ja goed, daar zie je hoe leuk ze het vinden. De kinderen komen uit een arm land. In de rijkdom hier in Nederland, maar hier een week opvangen, dat kost nogal wat. Waar wordt dat van betaald? Ja, waar wordt dat van betaald? Wij
zijn een stichting met alleen maar vrijwilligers en wij hebben dus op geen enkele manier structurele inkomsten. Wij zijn dus helemaal afhankelijk van gaven van mensen en instellingen. En we kunnen zeggen dat we daarin veel medewerking op vinden. Als voorbeeld, we zijn hier op de Rimburger Hoeve en Herman Dassen, die sponsort die hele dag voor die kinderen. Dus dat kost ons helemaal niks. Daarnaast hebben we een club van 20. Dat zijn dus een 200-tal mensen die ieder jaar 20 euro aan onze stichting doneren. Ook heeft de laatste tijd hebben we gepubliceerd dat die kinderen komen en hebben daarbij aangegeven dat de mogelijkheid bestond om voor 25 euro één kind per dag te sponsoren. En ook die actie, moet ik zeggen, heeft gelukkig heel veel respons opgeleverd. En daarnaast hebben we ook nog geluk gehad dat we leuke prijzen krijgen voor Gaiazo, Mondoverde, Klimpark en Rodelbaan. Ik bedoel, als je daar het volle pond voor moet betalen, dat zouden we ook niet kunnen. Nee. Dus ook die zijn we dankbaar dat zij dat voor ons doen. Maar dat geldt voor meer sponsoren. Ja. Laat ik zeggen, Ben van der Born, waar we het eten van krijgen, die doet dat gratis. En Eusefruit, die ons het fruit, en firma Kolge, die samen het fruit verzorgen. VV Schaasberg, waar we onderkomen hebben. Een hele rit van sponsoren, die, wellicht vergeet ik er nog. Noem maar op. Mindy, AZ, Leistro Strajewski. Een hele hoop van rij van sponsoren waar we kunnen aankloppen en waar we bijdragen van ontvangen. En die we op deze manier ook zeer dankbaar zijn voor hun giften. En met deze dank sluiten we dus af in de hoop dat we nog vele jaren, nog vele kinderen in Landgraaf mogen begroeten. Op 1 mei 2005 opende Herman Dassen de Rimburger Hoeve. In de bijna 10 jaren dat de Rimburger Hoeve actief is, zijn er al zeer vele fietsers, wandelaars en geïnteresseerden in de geschiedenis van de landbouw en paardensport vaste klant van deze bijzondere plek onderaan de Rimburgerweg. Op de Hoeve is een paardenpensionstalling aanwezig en er is een opleidingscentrum voor het aangespannen rijden. De horecagelegenheid is zeer geschikt voor het houden van feesten en partijen. In het restaurant De Oude Graanschuur kan men voor een lekker hapje en drankje terecht. Daarnaast is de Rimburger Hoeve een prachtige trouwlocatie. De Poolse kinderen, die grotendeels uit kleine gehuchten afkomstig zijn, waren zeer onder de indruk van de Rimburger Hoeve. Ze kwamen daar weer een beetje in de sfeer van het Poolse landleven, waar ze praktisch allemaal dagelijks mee te maken hebben. Dankzij de welwillendheid van de directie van het Griekse restaurant Mykonos aan de Kampstraat hebben de kinderen kunnen genieten van de Griekse keuken. Mede door de prachtige muurschilderingen van de Griekse oudheden kregen de kinderen niet alleen de Griekse smaak te pakken, maar konden ook een stukje geschiedenis in zich opnemen. Door de zeer uitgebreide menukaart konden de kinderen een goede keuze maken en men liet zich de Griekse specialiteiten uitstekend smaken. Na afloop van het eten hadden de kinderen in ieder geval 2 Griekse woorden geleerd. Kali Oreksi, hetgeen wil zeggen, eet smakelijk. En een woord van dank aan Mykonos is dan ook zeer op zijn plaats. De Poolse kinderen werden getrakteerd op een bezoek aan het fraaie Parkstad Limburg Stadion, waar Rode JC haar thuiswedstrijden speelt. Het stadion werd in 2000 geopend en heeft een capaciteit van ruim 19.200 overdekte zitplaatsen. Er zijn 2500 business seats en 24 skyboxen. De eerste officiële wedstrijd in het Parkstad Limburg Stadion was een eredivisiewedstrijd tussen Roda JC en FC Twente. Die eindigde in een 2-2 gelijkspel. De kinderen kregen een rondleiding door het hele stadion
en ze keken hun ogen uit. Voor het eerst zagen ze een voetbalstadion met eigen ogen. En ook de catacomben van het stadion waren zeer indrukwekkend. Met name de kleedaccommodatie met het grote lichtbad stal de show. Ook de renovatie van het speelveld trok zeer de aandacht van de kinderen. De grasmat wordt vervangen door kunstgras. En dat was toch wel indrukwekkend om die werkzaamheden even te kunnen gadeslaan. Deze keer waren er helaas geen Poolse spelers aanwezig die normaliter de Poolse kinderen bij Rode JC ontvangen en meelopen bij de rondleiding. Dat was in voorgaande jaren namelijk een feest voor de kinderen. De aanwezigheid van de Poolse profvoetballers gaf steeds extra cachet aan de rondleiding. Wie weet komt er nog wel eens een tijd dat er weer Poolse spelers bij Rode JC actief zijn. Alleen voor de Poolse kinderen al zou dat een overweging waard zijn. Niet dan? Een spannend evenement voor de kinderen is het klimpark bij Snowworld. Dit klimpark is gebouwd op 34 hoge Noorse boomstammen en het kent 6 routes op 8 en 12 meter hoogte. Middels het klimmen via touwen, ladders en obstakels konden de kinderen zich lekker uitleven. Het klimpark van Snowworld is het grootste park van Europa en beslaat een oppervlakte van plusminus 2500 vierkante meter. In mei 2012 opende het zogenaamde Snowworld Outdoor Park zijn deuren. Door gebruik te maken van de natuurlijke hoogteverschillen van de Wilhelminaberg is het klimpark sensationeel. Het gehele park bestaat uit een alpine coaster, 6 ziplines en een avonturenpark. De wereldtuinen van Mondo Verde mogen natuurlijk niet ontbreken bij een weekje vakantie. Waar kun je anders in een paar uren tijd de mooiste plekjes van een groot deel van de wereld zien? Dat kan alleen bij Mondo Verde. Naast het bekijken van de gebouwen en de tuinen uit heel de wereld genoten de kinderen ook van de diverse attracties in het park. Zoals de achtbaan, de botsauto's, de klimtoren, de Nauticjet enzovoort. Mondo Verde is iedere dag open en je kunt er op maar liefst 250.000 vierkante meter unieke tuinen en gebouwen bekijken. Mondo Verde is ook een waanzinnig mooie locatie voor een huwelijk, maar ook geëigend voor een bedrijfsfeest. Dankzij de medewerking van Mondo Verde hebben de Poolse kinderen weer kunnen genieten van wereldse gastvrijheid. Een mooi evenement voor de kinderen is het meerijden in de 4x4 jeeps in Groeve de Groot. Deze groeve ligt aan de Europaweg Noord tussen Abdissebos en Brunsum. De zand- en grindgroeve is een van de weinige groeves die nog overgebleven zijn op en rond de Brunsumer Heide. Normaal is de groeve niet toegankelijk voor het publiek. Gelukkig werd er ook
door de gebroeders De Groot medewerking verleend om de Poolse kinderen enkele mooie uurtjes aan te bieden.